De ene keer sneeuwt het met Pasen en de andere keer zit je lekker met je t-shirt in de zon. Dat heeft natuurlijk te maken met het weer dat rond deze tijd van het jaar grillig is, maar ook met het feit dat Pasen altijd op een andere datum valt. En dat heeft alles te maken met de stand van de maan. Nu moet je even goed opletten. Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan vanaf het begin van de lente, op 21 maart. Maar daarop zijn dan ook weer uitzonderingen. Volg jij het nog? De hoofdregels voor het berekenen van Pasen zijn als volgt. Je start bij het begin van de kerkelijke lente, op 21 maart. Vervolgens kijk je naar de eerstvolgende volle maan en daarna naar de eerste zondag na deze volle maan. Nu heb je je paasdag. De uitzonderingen hierop hebben alles te maken met het feit dat de kerk niet uitgaat van de astronomische volle maan, maar van de paasvolle maan. De berekeningen hierbij zijn gebaseerd op onder andere het gulden getal, de correcties die moeten worden aangebracht vanwege de schrikkeljaren en de epacta, de ouderdom van de maan op 1 januari van dat jaar. Erg gecompliceerd dus. Onthoud maar gewoon dat de vroegst mogelijke datum voor Pasen 22 maart is en de laatst mogelijke datum 25 april. Fijne paasdagen! Thank you.